zijn hier bij het ROC van Twente in Hengelo. Eigenlijk hebben we met alle partners hier in de omgeving, en dat gaat dan van winkelcentrum tot en met de handhavers van de gemeente, hebben we elkaar opgezocht om de problematiek van het zwerfval aan te pakken. Hier ter plekke in Hengelo lopen dus 7000 leerlingen rond, in een gebied waar vroeger dus een fabriek stond. Dus dat betekent dat er heel veel veranderd is in deze omgeving. We hebben hier rondom de school hebben wij redelijk veel zwerfafval. En tegelijkertijd heeft de school ingezet op het scheiden van plastic afval. Dus wat we samen met de gemeente hebben gedaan is het heel makkelijk maken om afval weg te gooien. Veel afvalbakken op de route tussen het winkelcentrum en dit gebouw. Daar heel goed aandacht op geven. En wat wij ook doen, en dat is eigenlijk voor dit project heel nieuw, is dat we ze een beloning in het vooruitzicht stellen. Dat als het heel goed blijkt te gaan, dus dat er minder zwerfvuil komt, en dat gaan we echt tellen, dan krijgen ze ook een beloning in de vorm van extra meubilair buiten het gebouw. Ja, tussen 12 en 1 loopt het hier vol. Ja, en ik heb ze nog nooit echt geteld, maar ik denk dat het er honderden zijn. Dus we hebben aanduidingen in de winkel neergehangen van, hey, let op als je dit op de grond gaat gooien. En we hebben het allemaal omgerekend in producten, dus niet meer in euro's, want de boete die is vrij hoog. Wij lopen zelf rondes. We gaan de straat op, 's avonds het hele stuk pakken wij hier aan. Ja, we zien het wel als ons stukje Hengelo, maar zo te zeggen, onze klanten lopen hier. En we willen gewoon dat die netjes is. Ik verwacht succes. Ja, de samenwerking is zo goed en er wordt zo positief op gereageerd. Het is zo zichtbaar. Het moet wel beter gaan. 100% wil ik niet zeggen, maar voor de 90 gaan we. Ja.